Jong PSV won afgelopen maandag nog knap thuis van FC Twente. Een paar dagen later wacht de volgende tegenstander. Opnieuw op de hertgang is nu de tegenstander Jong NEC. De eerste kans is er een voor PSV. Romario Sabayo met de voorzet. En de kans voor de man in vorm. Gennaro Zeefuik. Scoorde al 6 wedstrijden op rij Zeefuik. En was hier dichtbij opnieuw een treffer. Marcel Rietsmaier op Abel Tamata. PSV mist de geschorste Dries Wuitens. En Imet Naya. Vandaar dat Jan Kromkamp aanvoerder is. Dit is de aanvoerder van NEC, Ebbergen. En hier wordt de bal verspeeld door stadhouders. Nou, Gennaro Zeefuik laat zien dat je een echte spits bent. Dat laat hij zien. Doelpunt nummer 9 uit 7 wedstrijden. En dan mag je met recht zeggen dat je in topvorm bent. Goed gejaagd. En dan is dit een koud kunstje voor de spits van Jong PSV. En zo dus een uitstekende start voor de ploeg van Marco Roelofsen. Jong NEC dan gaat op zoek naar Tutuarima. Die krijgt de kans, kap Rietsmaier uit, maar dan is de ingreep van Jeroen Zoet uitstekend. En ook in tweede instantie is de bal een prooi voor de doelman van Jong PSV. Maar de beloften zijn gewaarschuwd, want Jong NEC is één van de 3 ploegen dat een punt wist te pakken tegen Jong PSV. De andere 2 zijn Helmond Sport en Feyenoord. Hier Jurgen Locadia in de ploeg gekomen voor Gennaro Zeefuik, verspeelt de bal. En wellicht dat dit mogelijkheden biedt voor een counter. Maar Kromkamp grijpt hier goed in voor Tutuarima. En dus kan Romario Sabayo het proberen. Het schot is aardig. De redding van Marco van Duin. Rietsmaier dan nog en opnieuw van Duin. En zo begint Jong PSV sterk aan die tweede helft. Sabayo. Op Jeffrey van Nuland. Die dus een kans heeft gekregen in de basis omdat Naya geschorst is. Locadia op Mokhtar. Dat is een rechtspoot. Zou de verdediger van NEC dat weten? Mokhtar inderdaad naar zijn rechterbeen. Het schot is goed. De redding van Duin. En ook in tweede instantie heeft de doelman van NEC de bal te pakken. Vlak voordat Jeffrey van Nuland gevaarlijk kon worden. Hier is hij opnieuw van Nuland. Draait goed weg bij zijn directe tegenstander. De paas is ook uitstekend op Jurgen Locadia. Is hij net zo scherp als Gennaro Zeefuik? De hoek is wat lastig. En dus Van Duin opnieuw met een redding. Die doelman die onderscheidt zich wel in die tweede helft. U zag daar even Josimar Makiavala, de man met het opmerkelijke kapsel. Hij ziet dat het wel goed zit voor zijn team. Hier opnieuw Locadia. Maar Jong PSV heeft geen geluk. Want ook dit schot van Jeffrey van Nuland wordt weergekeerd door Van Duin. Maar met die 1-0 stand is het toch nog altijd oppassen geblazen. Jong NEC in Nijmegen dus gelijk tegen Jong PSV. En die gelijkmaker viel in blessuretijd. Memphis Depay. Heel veel ruimte. Locadia staat helemaal vrij. Jurgen Locadia voor zijn treffer. Opnieuw Van Duin. Die doelman voorkomt in zijn eentje. Een grote score voor Jong PSV. En tegelijkertijd houdt hij Jong NEC ook in de wedstrijd. Latou Perissa. Via Martijn Thomassen een hoekschop. En dus alarmfase 1 voor de belofte. Latou Perissa zelf met de hoekschop. En daar is het Van Ginkel. Oei, 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 oei. Zoet zit mis. Maar Van Ginkel kopt naast. En anders stond Jason Bordouge ook nog altijd op de doellijn. Kromkamp gaat nog maar eens op zoek naar Memphis Depay. Talentvolle speler uit de A1. Was ook mee op trainingskamp in La Manga. Wat kan hij in die slotfase? Van Nuland terug op Memphis Depay. Iets te laconiek, iets te makkelijk overgedacht. En dus ditmaal de bal naast het doel van Marco van Duin. Bordouge. Met Mokhtar. Bordouge is dan doorgelopen. Klein van stuk. Maar rap als water. De voorzet is goed. De kopbal van Locadia gaat naast. En zo blijft het bij 1-0. Wint Jong PSV dus opnieuw. Het blijft ongeslagen, ook in wedstrijd nummer 15. En dit zijn de andere uitslagen. ADO Den Haag en FC Groningen eindigt in 2-2. En dat is goed nieuws. Zo loopt Jong PSV weer verder uit. Ook Vitesse en de Graafschap spelen gelijk. En dinsdag won Heerenveen in Helmond van Helmond Sport. De stand, PSV 11 punten voor op FC Groningen. En het gat met de nummer 3 en alles wat daaronder staat is ontzettend groot. Volgende week treft PSV Feyenoord Excelsior. Dan kan het opnieuw de borst nat maken. Gennaro Zeefuik, hij scoorde 1 keer en is nu samen met Stef Nijland topscorer van Jong PSV.